Maaike, vandaag is er barrenmarkt in de Waterakkers, sportcentrum de Waterakkers. En jij bent van het werkgeversservicepunt. Ja, kan je daar iets over vertellen? Ja, dat zeker. Het werkgeversservicepunt, dat is een landelijk initiatief. En ook in deze regio is Zuid-Kennemerland en IJmond. En die bestaat uit de gemeentepartijen Spaarne werkt in Zuid-Kennemerland en IJmond werkt in de regio IJmond. En UWV is dan de derde partner in het rijtje. En samen vormen wij het werkgeversservicepunt. Veel werkgevers zijn hier vandaag aanwezig. We zien er al een heel aantal op de achtergrond. Kun je daar iets over zeggen? Zijn het voornamelijk uit de regio of ook van verder weg? Ja, klopt. Het zijn echt voornamelijk werkgevers uit de IJmondregio. Omdat we het echt specifiek ook voor deze regio hebben opgezet. U zoekt zeker verwarmingsmonteurs? Dat is wel de hoofdbranche van ons werk. Ja. De service en onderhoud aan de CV-installatie. Ja. Ja, en dan hebben wij ook wel warmtepompen, airco's, luchtbehandelingskasten, grote installaties. Maar onze hoofdmoot is nog wel het service op het gasapparatuur. Ja, nog wel. Veel bedrijven en sectoren hebben op dit moment een personeelstekort. Kan jij aangeven waar op dit moment nou het meeste behoefte aan is? Ja, in deze regio merken we toch wel dat de sectoren techniek, onderwijs en zorg, dat daar echt wel krapte is. En dat zijn ook, ja, die noemen wij de focussectoren. Dus daar hebben wij ook als werkgeversservicepunt wat extra focus op. Om dat personeelstekort daar wat daar te kunnen aanpakken. En die werkgevers zijn ook hier vandaag aanwezig. Ja. Excuus. Goedemorgen. Wat zoekt u? Bakkers of klanten? Dat is een goede vraag. Ik zoek mensen met smaak, want dat zijn de producten die we maken. Maar we zoeken vooral mensen die onze producten kunnen verwerken door in te pakken. Helpen bij het afmaken van gebakjes, schoonmakers. We maken niet alleen voor onze eigen winkels maken we producten, maar we maken ook producten voor grootverbruikers. Bijvoorbeeld de FOMA. En alles wat we hebben gemaakt moet ook netjes worden ingepakt, zodat het lekker lang vers blijft. En daar kunnen we altijd mensen voor gebruiken. Ja. Voor wie is dit met name een goede markt? En dat is eigenlijk voor iedereen die op zoek is naar ander werk of zich juist te oriënteren op een andere sector. Dan is het juist een ontzettend mooie kans om eens te kijken van welke werkgevers zijn hier nou allemaal in de IJmond. En ook om kansen te ontdekken waar ze misschien nog helemaal niet aan gedacht hebben. Jij bent van de organisatie van de Waterakkers die dit op dit moment mogelijk maakt, deze dag. Klopt. Is de Waterakkers vandaag zelf ook nog vertegenwoordigd? Omdat ze mensen zoeken? Nou, absoluut. Daar hier rechts in de hoek staan we met heel wat banners. We zijn op zoek naar zweminstructeurs voor verschillende groepen. Ouderen in het zwembad, baby, zwemmen. Gewoon normale instructeurs, mensen voor achter de receptie. Dus het is genoeg aanbod in ieder geval. Wat valt er nou op dit moment op? Zijn mensen voornamelijk op zoek naar een fulltime baan of zijn juist de parttime banen in trek? Nee, in verband met de schaarste die er op dit moment is en de krappe arbeidsmarkt die er is, zijn mensen kunnen wat meer gaan eisen. Dus in die zin zouden mensen graag een vaste baan willen, een fulltime baan. En dat is ook, ook reëel in deze tijd, denk ik. Ja. Zijn de vacatures op alle niveaus? Ja, er zijn vacatures van lage school tot hogeschoolde mensen. Dus echt in alle contraien zijn er banen beschikbaar. Ook op deze markt staan er allemaal verschillende partijen. Ja. Ben je vandaag ook op zoek naar een vacature? Jazeker. Ja. Ik ben eigenlijk naar van alles en nog wat op zoek. Ik ben echt op zoek naar een carrière switch, dus sta echt open voor alles. Dus. Heb je ervaring binnen een bepaalde sector? Binnen de retail. Ja, ook opleiding voor gevolgd. En wat zou je willen? Ik zou heel graag uit de retail willen. Dus ik sta echt voor alles open. Het is echt, gewoon echt op zoek naar iets nieuws. Wat is het dat de bazaar zoekt en hier vandaag vertegenwoordigd is? Nou, we zoeken eigenlijk best wel een grote variëteit in functies. Dus we zoeken zowel mensen die ons in de weekenden kunnen helpen, maar ook mensen die juist door de week zijn bijdrage kunnen leveren. We hebben een behoorlijk grote kantoororganisatie. En daarnaast moet elke week het terrein weer klaargemaakt worden voor het volgende weekend. Dus dat zoeken wij. Bent u op zoek naar een specifieke functie? Nee, dat ligt nog een beetje open eigenlijk voor mij. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het oriënteren wat mijn volgende stap gaat worden. Ja. Wat
vind jij nou belangrijk op een werkplek, een werkgever, een werkomgeving? Wat is voor jou belangrijk? Nou ja, het moet natuurlijk sociaal, niet te formeel zijn. Dus dat je gewoon met elkaar nog een beetje een geintje kan maken. Gewoon een gezellige sfeer is voor mij erg vitaal. En daarnaast ook wel een vertrouwde omgeving. Dat je met elkaar gewoon alles kan zeggen wat je wil om zo efficiënt mogelijk te werken. En gewoon zo fijn mogelijk op de werkvloer te staan.